Ik wil graag even met je terugblikken. Wat is voor jou het mooiste moment deze Tour geweest? Gisteren. Sowieso omdat het de winst was natuurlijk, maar ook ja, de hele dag. Ik zat eigenlijk helemaal niet meer zo lekker in mijn vel de dagen van tevoren. En dat kwam er misschien ook een beetje uit in die laatste bergrit na afloop. En dat ik dan nog de winst pak en met zo'n stressvolle morgen dat ook nog mijn pak zoek raakt en zo. Ja, dat is al met 1 seconde dan. Dat is wel, kun je een boek over schrijven over die laatste dag. Zeggen, verhaal heeft eigenlijk alles. Ja, daarom. Ja, andere tijden sporten over een paar jaar, kom er maar in. Waar kwam het door dat jij niet lekker in je vel zat in die laatste dagen? Nou, ik merkte gewoon dat ik minder aan het worden was. En zeker die laatste bergrit zat ik echt, echt aan mijn limiet. Toen had ik echt, moest ik alle zeilen bijzetten om te sterven in het wiel van Roglic. En uiteindelijk, dat was toen zo frustrerend dat ik hem eigenlijk, ik dacht yes, ik heb het gered, ik zit er nog steeds in en toen reed hij weg op een rechtstuk in de afdaling. Daar kwam mijn frustratie toen vandaan. Maar uiteindelijk die tijdrit had ik weer wonderbenen. Ik snap er zelf ook helemaal niks van, maar ja, het lijf werkt op een serieuze wijze blijkbaar. Wat was het zwaarste moment deze Tour? De zondag voor de rustdag. Toen had ik echt hele slechte benen.